Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga weer eens laten zien wat ik allemaal aan boodschappen heb gekocht voor de hele week. Deze week heb ik boodschappen bij de Lidl gedaan en mijn doel was om onder de 100 euro te blijven. En dat is mijn geluk. Al deze boodschappen die je zo gaat zien kosten bij elkaar 99,97 euro. Dus ik was echt super trots op mezelf. Dit zijn de boodschappen voor een hele week waarbij we één keer met 2 volwassenen en 3 kinderen eten. En één keer met 2 volwassenen en 2 kinderen. En de rest van de week zijn we eigenlijk maar samen, want dan zijn de kinderen bij de ex-partners, bij hun andere ouders. Moet ik maar uitleggen. Dus een beetje wat achtergrondinformatie geven in de hoeveelheid eten die wij nodig hebben. Zoals altijd zet ik in de omschrijving alle avondmaaltijden neer en snackopties die ik heb bedacht. Vind je deze video nou leuk, dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven voor meer video's. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Allereerst zullen we maar beginnen met het drinken. Ik heb weer Saskia Waterstof van Crystal Clear, maar dan van de Lidl. Yogi drink en chocomel, dat vonden ze toch wel heel erg lekker. En het gaat met 4 kinderen toch best wel heel hard. Extra pakjes voor bij school. We hadden nog wel genoeg, maar ik vind een beetje variatie daarin ook wel fijn. Dan had ik een vers pakket voor stoofvlees. Dus er zit dan een stoofvlees bij. En ik heb eventjes de ontbijthoek hier ook bij gelegd, want die had ik daarvoor nodig. Maar die kunnen ze natuurlijk ook meenemen naar school of wat dan ook. Ik vind deze wel super handig, want alles zit er gewoon gelijk in. En je hoeft niet meer door nog de hele winkel te lopen. Dus ik probeer het nu wel af en toe eventjes erbij te doen. Ik leg even hier neer. Dan eten we een keertje kippendrumsticks, die zitten nog in mijn vriezer. Dus dan doen we dan een keer een salade bij. Zo is ook sla voor mijn lunches. En dan heb ik een saladebooster erbij. Dus dan doen we kip met, ik denk, deze aardappeltjes had ik daarbij bedacht. Ja, erbij. En dan hebben we ook een maaltijdje. We eten morgen schnitzel met satésaus. Een beetje random, maar Pascal vindt alleen maar spruitjes lekker als er satésaus bij zit. En ik heb nog spruitjes in mijn koelkast, die zijn vorige week niet opgegaan. Dus dan kunnen we dat eten met gewone aardappels, die heb ik nog liggen. Nou, die horen dan bij de kippendrumsticks. Overigens, die zag ik liggen, ik heb er niet echt een specifieke maaltijd voor, anders dan dat ik denk dat ik ze gewoon ga maken. En dan bij mijn salades of eventueel bij wat wrapjes ga doen voor mezelf voor tussen de middag. Of ik heb één avonddienst van de week, dat kan ik het ook wel meenemen. We eten een keertje garnalenrisotto, risotto zelf heb ik nog staan. Dopertjes hadden ze niet liggen, dus ik ga het gewoon met een courgette doen en misschien met een paprikaatje, die heb ik hier nog liggen. En dan hebben we ook een lekker maaltje. We eten een keertje wraps, dus dan hebben we de gehakt, de wraps, de burrito, again, paprikaatje, wat sla en, oh, komkommer. Dus ik kan nog een komkommertje bij doen. Komkommer is ook voor mijn salade, ook voor de snacks. Dus ik heb er sowieso al 2 nodig, denk ik. En ik heb magere yoghurt meegenomen, want ik dacht ik moet weer eens een keertje bijvoorbeeld als toetje of als tussendoortje gewoon een normale yoghurt doen met fruit of zo. Even wat afwisseling op al die proteïne toetjes. Dus die heb ik dan ook even meegenomen. Nee, paprika dan dus. We komen een beetje aan bij dingen voor de kinderen. Liga wou ik eigenlijk halen, maar toen zag ik deze. Dat vind ik zelf ook zo lekker, dus dan doen we die eens een keertje. En dit gaat wel echt een trust issue worden, want dit zijn dezelfde soort broodjes. Alleen hier zit chocola in en hier dus niet. Ik geloof dat hier alleen maar kleine stukjes zitten. Dus als ik kinderen vragen om chocoladebroodje, dan krijg ik die mee of net andersom. Ja, ik ga het verschil niet zien, want ik ga het straks natuurlijk allemaal in bakken gooien. Dus hopelijk gaat dat goed. Dan heb ik deze gewoon als avondsnackje meegenomen. Die sticks. Wel, die kinderen dat misschien ook wel willen eten na schooltijd of zo. Maar ze zagen er lekker uit. Extra roomboter, want wij doen roomboter op ons brood. Extra bakboter, want dat gaat tegenwoordig ook wel heel hard. Een extra siroopfles, want ik weet niet hoeveel siroopflessen er nog hadden. Dus ik heb het voor de zekerheid meegenomen. Ik wist wel dat ik nog maar een paar vaatwastabletten had. En aangezien onze vaatwasser zeker 1 keer per dag aangaat, is dat wel heel handig. Dan hebben we de gezonde dingen. De appeltjes, de mandarijnen, de druiven. Oh nee, dat zijn geen druiven, dat zijn peren. Dit zijn druiven. Tomaatjes. Deze tomaatjes vindt Logan heel erg lekker, ook voor mee naar school. Zelf vindt hij ook wel lekker om gewoon zo even te snijden. Dus die staat ook klaar. Deze bak was ook bijna leeg bij mij in de voorraadkast, dus die ga ik weer aanvullen met allerlei fruitzakjes. Deze zijn volgens mij, zijn die en die, die zijn officieel in het babyvak te vinden. Maar ja, ik vind het wel heel handig om in de broodtrommel te doen of mee te nemen. Als we naar de hockey moeten, naar de zwemles, turnen, voetbal, allemaal. Je gooit ze in je tas en ze hebben toch wel iets wat relatief gezond is en wat ze lekker vinden. Is sommige zitten wel, sommige smaken zitten op meer suiker dan andere, maar hè. Over het algemeen. Dan hebben we nog het beleg, namelijk kipfilet. Dat is meer voor mezelf, dat doet niemand eigenlijk op zijn brood. Grillworst, boterhamworst. En oh, ik heb geen salami meegenomen. Was ook niet heel nodig, want dit is eigenlijk geen voorraad. Van die salami sticks. Again, voor 's avonds voor ons of voor de kinderen mee te nemen in hun broodtrommeltje.
vinden ze altijd wel lekker. Deze heb ik eigenlijk ook meegenomen voor de broodtrommel. Het zijn eigenlijk smeerkaaspuntjes. Maar zelf vind ik de combinatie druif met smeerkaas of met kaas eigenlijk heel lekker. En deze kan je gewoon in een driehoekje en al in een trommeltje doen. Super makkelijk, vind ik voor mezelf ook fijn. Nou, de hummus dan als snackje voor bij mijn paprika, bij mijn komkommer, bij mijn worteltjes. Die heb ik ook nog liggen, dus dat komt ook wel op. Chocola voor na het avondeten en kaasdippers, ook handig voor mij naar school. En dan had ik nog keukenrol en keukenpapier nodig, net andersom. Ja, keukenrol en wc-papier nodig. De keukenrol was trouwens in de aanbieding bij de Lidl, dus dat vond ik wel heel chill. Zo toch weer een beetje. En al met al was ik weer erg trots op de hoeveelheid eten die ik naar binnen heb kunnen slepen in mijn eentje. Dat was het voor deze boodschappen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet het duimpje omhoog niet aan te klikken, want dat helpt mijn kanaal heel erg. Wil je weten hoe mijn dagelijks leven eruit ziet, dan zal ik de mama vlog hiernaast zetten. En de boodschappenhal playlist zet ik hier dan schuin onder. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie daar. Doei doei!